Nee, nu mag het opeens wel zo. Maar officieel weet ik van niks. Ruim een week geleden ontving chocolaterie Giordino een brief van de gemeente met licht dreigende toon, waarin stond dat hij na 23 jaar zou moeten kiezen tussen ijs of chocola. Maar dat is van de baan. Wat we hebben gezegd is dat we de concentratie van ijszaken, dat we dat als probleem zien in het 1012 gebied. En daar controleren we echt op of de ijszaak überhaupt wel mag. Daarbuiten hebben we gezegd, het mag zo zijn dat ze niet helemaal legaal kunnen zijn. Maar dat gaan we op dit moment niet aanpakken. Dus Giordino heeft niets te vrezen? Giordino heeft niets te vrezen op dit moment over de verkoop van ijs. De ijsverkoop wordt voorlopig gedoogd. En dat zit de eigenaar toch niet lekker, omdat er geen aanpassing van de regels komt. Dus als meneer Van Oranje of een andere ambtenaar zegt, zwart of wit, van jongens, wij handhaven niet, wij houden het zo zoals het was, dan ben ik tevreden, kan ik rustig slapen. Men gaat nog niks doen, maar wat gaat er gebeuren in de toekomst? Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het stadsdeel zijn handhavers terugfluit. Ook Montepelmo was onlangs ten onrechte de dupe van de strengere handhaving bij ijssalons in de binnenstad. Hun gevelbord voldeed niet aan de regels en moest weg. Na advies van de welstandscommissie mocht het toch blijven hangen. En dat advies hadden ze ook eerst zelf kunnen vragen, geeft Oranje toe. Of de ondernemer nou had gepiept of wij dat van tevoren hadden gedaan, zouden wij tot de conclusie zijn gekomen na dat advies van de welstandscommissie dat het oké is. Maar het scheelt wel een hele hoop gedoe. Ja, maar we doen geloof ik 1500 van dit soort gevallen per jaar. Er zal eens een keer een gevalletje tussen zitten wat gedoe oplevert. En wat u niet ziet is de honderden gevallen per jaar waar de gemeente heel consequent handhaaft, waar ook geen gedoe over is, wat ook geaccepteerd wordt en wat gewoon wordt uitgevoerd. Waardoor die stad veel mooier is geworden.